Mystery Vintage Box Time. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik dus een Mystery Vintage Box Unboxing Try-On Haul voor jullie. Echt zo ontzettend veel zin in. Deze video is in samenwerking met Selfie. Geweldig. Selfie is een tweedehands webshop waar je dus tweedehands kleding en items kunt kopen. Je kan ook je eigen kleding aan hen sturen en dan verkopen ze voor jou. Dus dat is echt mega nice. De website is super overzichtelijk. Hun kleding is echt zo goedkoop. Zoals je ziet heb je ook allemaal merken waar je van kan kiezen. Van H&M tot Adidas, Naked, van alles. En hier zie je het proces. Hoe je dingen kunt verkopen. I'm full of second chances. Echt heel leuk. Wat ik dus heel erg nice vond bij Selfie is dat ik echt hele mooie dingen zag voor heel goedkoop. Dus zeker de moeite waard om te checken. Ik zal alles, alle gegevens hieronder in de beschrijving zetten. Zodat jullie het ook kunnen kijken. Laten we van start gaan. Als eerste zie ik deze. Zo leuk. Ze zijn van H&M. En ik weet niet of deze gebruikt zijn, maar ze zien er heel nieuw uit. En wat ik nice vind is dat ze een heel mini hakje hebben. Ik ga ze even passen. Ik heb nu dus een jurkje aan met een sweater eroverheen. En dat maakt het wel heel erg chic. Dus dat is wel heel erg cute. Ze passen echt perfect. Alleen dat het ook heel erg leuk is met echt zo'n baggy mom jeans. En met een strak topje en dan van dit soort schoentjes. Heel nice. Ik heb namelijk dit soort gelijke schoentjes, maar die hebben echt zo'n hakje. En soms heb je daar toch echt geen zin in de zomer om dan echt met zo'n hak te gaan lopen in de stad. Dus deze zijn 13 euro. Ik zie ineens deze staan. What? Look at them. Maat 35 van het merk Flattered. Volgens mij is het wel echt een nice merk. Kijk hoe mooi. Dit gaat echt chic staan met die jurk. Ik heb dus maat 35-36. Oh, ik pas dit soort schoenen never. Ze zijn altijd te groot. Kijk hoe cute. Deze zijn dus 33 euro. Ik zie deze hele mooie jurk. Alle items zijn trouwens super schoon. Bij allemaal zit zo'n selfie kaartje. Oh wow. I love it. Uiteinde zo. Hij lijkt trouwens op beeld, maar het komt echt op mijn camera. Hij lijkt een beetje rood-oranje achter, maar het is echt dof rood. Dof, een beetje dat doffe bruin slash rood. Ik heb even mijn haar vastgedaan, want het is hier best wel warm. Dus heel mooi. Hij sluit ook echt hier heel mooi aan. De armlengte is echt perfect. En ik hou sowieso echt heel erg van wrap-up dresses. I live for that. Mag wel een beetje wat bruiner worden. Bij de beentjes. Maar een beetje. Het is een proces. Ik zou hier een cute zwart tasje bij doen. En dan met sneakers of zo om het wat casual te maken. Dit was Condition Good. En 9,50. Het is van het merk Kapal. Kapal. Dit wordt een jurk die ik waarschijnlijk heel vaak ga dragen. By the way, voor mij hebben ze een mystery box gemaakt. Volgens mij hebben ze het niet op de site. Maar je kan wel gewoon per merk kijken. Je kan de prijskategorie kijken. Je kan echt alle dingen aanvinken die je maar wilt. Helemaal gepersonaliseerd. Hoe leuk. Van de weekday. Oh. Oh my god. Hij is maar 3,50. Helemaal mooi. En ik zie dus deze hele mooie met zo'n vierkante hals. Trui van Gina Tricot. Gina Tricot. In een maat XS. Deze is 11 euro. Heel mooi materiaal. Voor nu een beetje warm, maar zeker voor straks. Heel leuk. Ik denk dat het heel erg leuk gaat staan met deze. Laten we het proberen. De rok van de weekday is echt de perfecte maat. Dit is een maat XS. Oh, dit is echt top. Heel leuk. Normaal gesproken bij dit soort rokjes hou ik echt mijn hart vast. Want heel vaak dan is het of hier niet zo nice of hierachter. Maar zoals je kan zien, hij sluit echt helemaal perfect aan. En ik vind het heel erg leuk met die trui. Ik hou echt van de
vierkante nek. Ik vind dat echt iets vrouwelijks hebben, iets nice. En wat chill die zakken. Dit is nou echt gewoon chill. Ik ben echt verbaasd dat gewoon dit weekday rokje maar 3,50 is. Oh my god. Ik vind tweedehands zo nice. Echt, ik hou echt van dit soort bedrijven die dit doen. Ik vind het echt top. Echt, ja, ik ben zo blij. Het is echt top. Het is wel heel warm. Heel warm hier. Oei, oei, oei. Dus ik moet snel uit. Dit is dus eigenlijk een hele outfit voor 14,50. Nou, echt. Ik zie trouwens dit. Is het hetzelfde? Is het dezelfde kleur? Oh nee, net niet. Kijk dan. Een spijkerjas met zo'n riem. Over een weekday. €60. Wow, ik ben echt benieuwd hoeveel die hier dan was. 41. Oké. Okay. Ja, hij is dus van 60 naar 41. Helemaal nieuw. Ja, het is misschien gek op geen broek. Ik ben echt te benieuwd naar de jas. Alleen misschien is het een beetje gek als ik een rokje aan. Ik denk leuker op een broek. Volgens mij heb ik deze nog gezien bij de weekday. Toen vond ik hem ook echt al zo mooi. Het scheelt toch. Het scheelt toch. Het is toch €20 minder. Kijk dan. Oh. Hou op. Deze kleur. I'm obsessed. Echt, spijkerstof vind ik echt al leuk. Alleen in deze kleur. Dit is gewoon helemaal een kleur. Hij valt een beetje oversized hier. En dan toch met die riem maakt het zeg maar feminine. Beetje jungle vibes. Maar toch classy voor in de stad of zo. Oh my god. Ik ben zo blij mee. Het is toch altijd spannend met mystery boxen. Je weet echt niet wat erin zit. En ja, het is toch wel een beetje spannend of ze. Ja, I don't know. Het is wel spannend. Echt perfect. Ik heb nu wel echt bloedheet. Dus ik ga dit snel uitdoen. Maar ik ben helemaal in love. Ik zag dus dit colletje van Naked. En ik dacht, misschien is het wel leuk hierop. Oh, wat een lekkere stof. Echt heel chill. Ik weet niet of dit een look is hoor. Ik doe ook maar wat. Ik kijk gewoon wat ik zie. Of wat ik pak. Is dit een look? I don't know. Maar het topje is echt top. Naked Influencer Size XS Condition New. €8. Heel leuk. En dit is echt precies iets wat ik zou dragen. Het is wel chic, dus ik zou lekker sneakertjes doen. Tassie. En ready to go. Ik ben gewoon helemaal ready. Het is ook echt een hele mooie zachte stof. Dus helemaal top. Leuk. Ik zie dus deze hele mooie blouse van Naked. Hij heeft hier echt zo'n cute patroontje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik denk dat het wel leuk is even hierop. Oké, ik ben zelf dus heel erg fan van blouse met van die pofschouders. Alleen ik weet niet of de blouse met pofschouders fan van mij is. Ik voel me ook een soort bartender, zeg maar. Hij moet een beetje gestreken worden. Dus dan moet je even voorheen kijken. Wat leuk! Ik heb dus heel vaak van die dungarees, of hoe je dat noemt, dungarees. Ja, dungaree van weekday. €13. Ook zakken. Echt, weekday is going strong. Mijn favoriete winkels zijn sowieso weekday, monkey, love. Hij past perfect aan die dungaree. Ik kan niet zeggen. Zo'n tuinjurk. Normaal gesproken pas ik dit soort dingen echt nooit. Alleen, ja, ik vind het wel leuk. Ik weet niet of ik het met die blouse nou wel leuk vind, maar het is op zich wel echt een vibe. Het is toch fashion? Hij zit zo lekker. Hij sluit ook heel mooi aan trouwens. Het zijn echt prachtige items. Ze lijken echt helemaal nieuw. Ze voelen ook super nice aan. Die blouse is trouwens ook echt leuk op bijvoorbeeld een pantalon of een mom jeans. Of gewoon lekker casual. Hoe langer ik er naar kijk, hoe leuker ik de popblouse vind. Hij moet wel echt gestreken worden. Ik denk dat het komt dat hij helemaal, zeg maar, goed was gevouwen in de doos, in de tas. Wat vinden we van het shirtje? Ik vind het leuk. Ik vind het wel warm, maar
Je ziet het echt steeds vaker van dit soort shirtjes. Met zo'n kraagje. Hij is heel strak. Oh, hij is ook wel doorschijnend. Maar ik heb ook best wel een donkere BH aan hoor, dus... Ja, ik hou hiervan. Tot nu toe vind ik echt alle items leuk. En je weet dat ik soms best wel kritisch kan zijn op bijvoorbeeld kleding of zo. Als ik op camera kijk vanaf hier, ik heb mijn bril niet op. Maar als ik kijk, lijkt het net een beetje naakt. Maar ik weet niet of dat zeg maar... Ja, wel een beetje. Met die schoentjes. Wat een vibe. Ik weet niet of ik het al had gezegd, maar deze was 8 euro. Van de H&M, ook helemaal mooi. Ik zie ook dit. Heel cute topje. Ik weet niet van welk merk. Ik zie hem ook even niet op het papier, maar ik kijk er denk ik gewoon overheen. Even mijn BH-bandjes weg. Voor de look, hè? Oh, leuk. Dat vind ik heel leuk. Ja. Oh, en vooral op zo'n mom jeans. Echt zo chic en dan bam, zo nice. Hij heeft bijna een beetje paarsachtig of zo in zich. Maar het is voor mij wel echt donkerbruin. Heel leuk. Wat vinden jullie? Ik ben benieuwd. We zijn heel erg benieuwd wat jullie van de items vinden. Laat het vooral weten in de reacties. Topje en dan met zo'n broek. Ja, ik hou daar echt van. Heel leuk. Ja. En dan die cute details erbij. Ik weet het niet hoe vaak ik nu leuk heb gezegd in deze video. Volgende item. En dat is dit Gina. Oh, dat is hetzelfde merk. Gina Tricot. 35 euro was deze. Een leren, ik denk nep leren rokje. Ik weet niet of dit mij gaat staan of dit past. Dus laten we het kijken. Dit wordt trouwens best wel spicy. Hip. 4 euro. 4 euro jongens. Helemaal nieuw. Laat me trouwens ook weten als je daar items van, als je items van Selfie hebt gekocht. Want... Of naar aanleiding van deze video. Echt leuk. Zoals ik al aangaf, rokjes is vaak niet mijn ding. Het past never. Dus ik ben helemaal verbaasd dat het hier ook past. Ik vind het wel een beetje heftig nu wat ik nu heb gedaan met het topje aan te laten. Kijk, dit is ook wel echt leuk. Casual. Als jullie nog tips hebben voor zo'n leren rokje, hoe jij dat zou stylen. Ik denk dat ik het zelf gewoon met een... simpele crewneck sweater of zo. Dan zei je gewoon simpel, niet zoiets. Ik vind dat echt een beetje too much. Als ik één item zou moeten terugsturen, dan is het deze. Puur omdat ik niet zo goed weet hoe ik hem moet stylen. En of dit me wel echt staat, zo'n leren rokje. Het is toch wel gedurfd. Ik ben terug bij deze outfit. En ik dacht, hier past de jas dus wel heel mooi op. Of niet dan? Heel leuk. Ja, echt heel leuk. Ik hou ervan. Schoentjes, tasje erbij. Ik ben echt mega benieuwd wat jouw favoriete items waren van deze unboxing. Laat het vooral weten in de reacties als je tot hier hebt gekeken. Ik wil Selfie heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Voor het geven van deze kleding. Echt geweldig. Je hebt het zo goed gedaan. En ik ga waarschijnlijk heel veel geld bij jullie uitgeven. Ik ben echt super onder de indruk van de kwaliteit van de kleding, de staat van de kleding. En het is gewoon echt goedkoop. Dus als je op een budget bent en je wil wat duurzamer, je wil recyclen, tweedehands kopen, dan zou ik echt naar Selfie gaan. Want ik hoop dat je deze video leuk vond om te kijken. Doe een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan vooral eventjes. Ik upload elke week. En dan spreek ik jullie in een nieuwe video.